Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En Gazprom. UEFA Champions League sponsors. Neymar glijdt voorbij McTominay. En Herrera opent voor Di Maria. Dit is een schietkans, Di Maria. En de zweefsprong van De Gea. Ja, dat zie je zo aankomen, Di Maria. Vanaf die positie even klaarleggen en de verste hoek viseren. Weer kort Mbappé. Gevaarlijke voorzet, De Gea. Zonder het goed te beseffen, denk ik, want Courtois was daar. En uiteindelijk in de handen van De Gea. Maar hoe is dat gegaan? Met veel geluk, denk ik. Wan-Bissaka, dat is mooi. En McTominay. Ja, maakt zich sterk, McTominay. Het voetje daar van Diallo. En dat leek mij nodig. Man United met Shaw die meeschuift. En een strafschop, ja zeker. Een penalty, Martial. Of nee? Wat krijgen we? Ja, ja, penalty, hij kan jawel. Zijn arm uitsteken. Het zou toch ja, het zou makkelijker zijn voor ons. Ja. Hè? Als hij daar fluit, moet hij ofwel Schwalbe geven, maar dat leek mij niet. Maar Fernandes voor een voorsprong hier tegen Navas. Daar komt hij. Met een sprongetje. En weer gemist. Navas pakt hem. Dat zijn er nu twee op een rij, Bruno Fernandes. Kijk. Hij is wel gaan kijken. Hij is het gaan vragen. Hij mag opnieuw. Het is gewoon lachwekkend. Ja, het is lachwekkend. Hij mag opnieuw. Ik heb gezegd dat daar miserie ging van komen, van dat reglement. Ah ja, kijk, opnieuw, zegt hij te vroeg. Ja. 10 centimeter, hè? Meer is het niet. Fernandes, weer een sprongetje. En nu erin. Ja, 0-1 voor Man United. Fernandes trapt hem weer naar dezelfde hoek. Ja, het is altijd 50%. En al die inspanningen van Navas op de eerste penalty. Wat een knappe parade. Teniet gedaan, want United staat toch op voorsprong. En kijk eens wat Rashford er allemaal mag. Mag aannemen, kijken, draaien en pasen. Niet te veel druk. Fernandes met een trap. En de save van Navas. Ja, ja. Dat soort ruimte moet je hem niet geven, Bruno Fernandes. Mbappé ondertussen de dribbel. Mbappé en de save van De Gea. Oh la la. Knappe actie van Kylian Mbappé. En De Gea duwt hem nog net ver genoeg over de lat. Of de gelijkmaker was er al. Mooi van Neymar, Kurzawa en op de land. Nog voorgebracht door Florenzi. Mooi balletje van Neymar en dan De Gea geklopt. De bal viel bijna over hem in doel. En een own goal. Ai, ai, ai. De own goal van Martial. En de gelijkmaker van PSG, Anthony Martial. Zelfde penalty afgedwongen voor de 0-1. En nu ongelukkig op het hoofd, die bal erin. Nou, een vreemde manier. Hij zat een beetje voorbij de bal, wil toch nog koppen en kopt hem gewoon perfect in de verste hoek. Het is toch even aanpassen ook voor PSG met de nieuwe positie van Pogba erbij. Fernandes dienen zich daar goed aan, goede loopactie. Martial met Rashford. Rashford het schot en de parade van Navas. Nodig was die Keylor Navas. Goeie bal, Fernandes. En goed na. Hij had vandaar mogen trappen, denk ik. Rashford. Afgeblokt. Fred Pogba. Goed bal bijhouden.
Voetballen met Rashford. Rashford de trap en de goal. Oh la la. Marcus Rashford voor 1-2. Heerlijke aanval en heerlijke trap. En hij doet het opnieuw. Net als 2 jaar geleden op een andere manier. Marcus Rashford met een knal waarmee je Navas kan verslaan. Goal. Deze highlights werden u aangeboden door Heineken en Gazprom, UEFA Champions League sponsors.